Goedemorgen, het is 6:00. We zijn wakker, de wereld slaapt nog. Mijn ontbijt, een wit bolletje, boterhamworst en meloen en blauwbessen. Douche! Done. Oké, net klaar met filmen. Best wel een intense video geworden, langer dan een uur denk ik ook. Wauw. Ik zal even editen. Even lunchen ze door, broccoli van gisteren, kikkererwten, spekjes, eitje gekookt. Had ik idee. Oké, ik ga aan de slag achter de laptop. Ik heb gefilmd, ik ga nu editen. We zouden dus eigenlijk naar het ballonnenfeest gaan in Barneveld vandaag. Maar gisteren zijn die ballonnen dus niet opgegaan. Waarschijnlijk vandaag ook niet, want het waait heel hard. Het is echt een beetje raar weer. Dus ik denk dat wij niet gaan. Maar goed. Gregor is echt nog echt mega ziek. Oh, het is echt zwaar. En aan het facetimen gisteren met een vriend. Toen denk ik, ging die echt zo van, ben je nou aan het op? Ik heb besloten om maar gewoon dit overdag te dragen. Dat ding is echt, it's taking over my face. Het is zo groot aan het worden. Tel maar zo'n ding erop. Ik zag in Amerika vet veel meiden met dit lopen. Ook bij de Sephora aan het werk. Gewoon echt meerdere van die patches op. Top idee. Kijk nou hoe leuk. Een weetje. Ja? Okay. Nee, vertel. Ja, dit is zo leuk. Ik wil dat ook. Deze kan deze ook. Mhm. Deze jurk. Ja, het is echt een leuke jurk die je ineens hebt. Deze. Oké, mami is voor nu klaar. Want ik ga vanavond de Beauty Girls video editen. Het is 5:50. Ik ga avondeten maken. Ik weet door zijn Mila. Het is zo zielig. Het is echt zo zielig. Maar ik moet gewoon echt bepaalde werkdingen af hebben. En ja, normaal heb ik mijn video bijvoorbeeld op woensdag opgenomen. Maar het is nu vrijdag. En ik heb hem vanavond edit ik hem voor te slapen. Dus het past hem meten. Ik zou nog een keer bellen gewoon. Ja, gewoon proberen. Dit is het resultaat. Ben je zo'n show? Ja. En hoe gaat dat? Moet hij even, waar komt die stukje terug? Oh, ze begint net te dansen. Dit is toch een van mijn lijf. Ja, hoor. Waar gaat hij? Dat is wel mooi. Ik ben
hoeveelheid mango's die hier er doorheen gaan thuis. Niet oké. Niet oké. Mila eet er al in haar eentje twee. Het is tijd voor de combo van de Victoria's Secret Book en de fuzzy trui. Nee, roze. Zo koud heb ik het. Zo, lekker fluffy slippers aan. En Beautiful's video editen. Ik ga me afsluiten. Wel trusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.